Geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 26 februari 2019. Welkom geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent, vertegenwoordigers van de media en de mensen die ons thuis bekijken en dan wel beluisteren. Van harte welkom. Ik open de raadsvergadering van vanavond met mededeling van afwezigheid van mevrouw Kloekhorst en de heer Wiet. Zal later arriveren in deze raadsvergadering. Vergadering zoals gezegd geopend. Actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Akkoord. Dan komen wij bij agendapunt 3, vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? De heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij willen graag een motie vreemd aan de dag inbrengen in verband met medische afval. Motie vreemd orde aan de dag. Medisch afval. Gaan wij bij de bespreekstukken doen. Dat wordt bespreekstuk nummer 7. Motie van 50 plus. Gaat u daar toelichten. En nummer de hamerstukken door. Ik zie geen andere handen voor de agenda. 8, 9 de fusie en 10 rondvraag, 11 sluiting, 12 sluiting. 9, 10 rondvraag, 11 sluiting. Ja, akkoord, agenda daarmee vast kunnen stellen. Dat is het geval. Dan komen wij bij agendapunt 4. Het sprekenrecht over de agendapunten. Er heeft zich één inspreker gemeld, de heer Vogelaar van de Vereniging voor Zondagsrust. Fijn dat u er bent en ik wil u vragen om naar voren te komen om het woord te voeren over agendapunt 6 bespreekstuk, de zondagse openstelling. En u mag dat doen van achter het spreekgestoelte. Als u de knop wilt indrukken die op het plateau zit en dan heeft u 5 minuten spreektijd en kan zijn dat er na afloop nog wat vragen aan u worden gesteld. Aan u het woord. Dank u, geachte raad. Het voorstel gaat er blijkbaar vanuit dat de evaluatie positief is te noemen. Is dat wel zo? Er wordt verschillend over gedacht. In ieder geval is het zoeken van een balans tussen tegengestelde belangen, volgens de vereniging Zondagsrust een heilloze, een verkeerde weg, met Gods gebod, het vierde gebod van de universeel geldende 10 geboden, valt nu eenmaal niet te marchanderen. Het is niet onze dag, het is Gods dag. Eén van de 7 dagen afgezonderd voor zijn dienst. Toch echt niet te veel. Maar dan ook echt tot zijn dienst. Er zijn ook algemene bezwaren te noemen. Ze zijn nu bekend, dus doe ik heel kort. De zondagsrust vermindert, geluidsoverlast voor vele mensen. Daar in de buurt van de grote winkels, supermarkts en andere winkelbedrijven. Er is een aantasting van het milieu. En zo zou ik nog wel, en geluidsoverlast natuurlijk. Overigens zegt de zondagswet daar wel iets over. Dat niet op een afstand van meer dan 200 meter vanaf de geluidsbron hoorbaar mag zijn. Dus daar moet zeker ook naar gekeken worden. Kan nooit een onbeperkte algemeen geldende vergunning zijn. Maar dat is voor ons natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste heb ik net genoemd. In het kader van duurzaamheid. En u neemt aan dat u ook een duurzame gemeente wilt zijn. Dat hoog in het vaandel is geschreven. Is dit ook een verkeerde weg? Ik zou willen wijzen, zonder dat ik u vermoei met veel teksten uit de Bijbel. Dat wil ik echt niet doen. Maar ik zou willen wijzen op één tekst. Die heeft volgens mij wel iets met duurzaamheid te maken. Een bijzonder soort duurzaamheid in 1 Johannes 2. Daar staat ergens, heb de wereld niet lief, staat er dan eerst. En wat in de wereld is, enzovoort.
En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Al dat moois waar we zo hard achteraan jagen. 6 dagen nog niet genoeg. De 7e moet er nog bij komen. Dat gaat voorbij. En dat is zeer betrekkelijk. En dat zal een mens nooit verzadigen. Maar er komt erachter. Maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Dat is een duurzaamheid van veel hogere orde. Die andere acht ik ook hoog genoeg. Veel hogere orde dan alles wat van deze materie is. En ik hoop dat u daardoor uw besluitvorming wilt laten leiden. Dank u. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk even rond in de richting van de raadsleden of er nog behoefte is om opmerking dan wel een vraag te stellen. Niet het geval. Dan constateer ik dat uw verhaal helder en duidelijk is geweest. Dank u wel voor uw inbreng. Ja. Er zijn geen andere sprekers die zich hebben gemeld rondom dit agendapunt, het spreekrecht. En dat betekent dat wij doorgaan naar agendapunt 5, het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 februari. Bent u daarmee akkoord? Dat is het geval. Akkoord. Dan gaan wij naar de bespreekstukken van vanavond. Dat zijn er 2 geworden, zoals gezegd. Allereerst agendapunt 6, zojuist ook benoemd door de inspreker. De wijziging verordening winkeltijden Helderberg 2014. Ik ga ervan uit dat alle fracties hier het woord wel over wensen te voeren. Ik doe dat maar ook gezien het onderwerp op volgorde van grootte van de fracties. Te beginnen bij de fractie van het CDA. Het woord is aan de heer Brink. Het spreekgestoelte is in stelling gebracht. Het woord is aan de heer Brink. Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Hardenberg wil verder met de koopzondag. Dat was een kop van een artikel dat ik las in een krant nadat het college kwam met een voorstel dat een besluit moet geven of een vervolg moet geven aan de pilot die gedurende de afgelopen zomer met name heeft plaatsgevonden in de centra van Dedemsvaart en Hardenberg. Veel van onze fractieleden hebben deze koopzondagen bezocht. En gezien dat veel mensen elkaar opzochten en het gezellig hadden. Ze genoten van de gezellige sfeer in de winkelstraten. Winkelden in de vele sfeervolle winkels. Deden een boodschap bij de supermarkt. Of dronken een drankje op een van de vele terrassen. Kortom, er was volop aandacht aan ontmoeting en gezelligheid. Maar voorzitter, natuurlijk waren het niet al onze inwoners die genoten van de winkelopenstelling op zondag. Tijdens de pilot, maar ook daarna, is onze fractie af en toe benaderd door inwoners die een koopzondag minder goed vinden passen bij onze gemeente. En het zal u niet verbazen, voorzitter, dat dit, maar zeker ook onze eigen partijidentiteit, ervoor gezorgd heeft dat wij met het thema hebben geworsteld. We hebben in de afgelopen periode dan ook veel tijd en energie gestoken in gesprekken met diverse inwoners van onze gemeente. De gesprekken voerden we met voor- en tegenstanders. Maar zeker ook met mensen die we wat minder goed konden horen. Simpelweg omdat zij de weg naar bijvoorbeeld dit spreekgestoelte minder goed weten te vinden. Op basis van dit gegeven heeft het CDA haar best gedaan om te zoeken naar een balans. Een balans waarmee we enerzijds tegemoetkomen aan de mensen die de mogelijkheid willen hebben om op zondagmiddag te kunnen shoppen. En anderzijds is ons streven om het karakter van de zondag te bewaren. Als we het voorstel bekijken, dan kunnen we aflezen dat supermarkten open mogen op zondagmiddagen gedurende de maanden april tot en met oktober. Tijdens zondagmiddagen voorafgaan aan kerstmis en nieuwjaar. En op zondagmiddagen waarmee deze samenvallen met koopzondagen voor andere winkels. Het CDA heeft gesproken met diverse supermarktondernemers, gevestigd in zowel de grote als de kleine kernen. Hier kwam naar voren dat supermarkten graag de mogelijkheid zouden willen hebben om het gehele jaar open te mogen, zodat niet alleen de toeristen bediend kunnen worden, maar ook de eigen inwoners. Daarnaast hebben supermarkten behoefte aan een structureel inkooppatroon. Na alle belangen zorgvuldig te hebben afgewogen, hebben we besloten om het voorstel op dit punt te amenderen, waarmee we het mogelijk maken dat op basis van vrijwilligheid supermarkten de deuren mogen openen
op zondagmiddagen gedurende het hele kalenderjaar. We dienen daarom het volgende amendement in, dat mede wordt ingediend door de Partij van de Arbeid, op koers.nu, de VVD, GroenLinks en 50+. En met uw goedvinden, voorzitter, zou ik nu het dictum voordragen. Ja. Besluit. De verordening winkeltijd in Hardenberg 2014, vastgesteld op 1 juli 2014, zoals gewijzigd op 17 juli 2018, te wijzigen als volgt. Artikel 3a wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt. Artikel 3a, vrijstelling voor bepaalde zondagen gedurende bepaalde uren voor supermarkten en andere winkels. Voor het in artikel 2 eerste lid aanhef en onder A van de winkeltijdenwet bevat het verbod geldt de vrijstelling op zondag gedurende het hele jaar tussen 1 uur en 5 uur voor supermarkten. De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet voor de eerste paasdag, de eerste pinksterdag en de eerste of tweede kerstdag voor zover deze vallen op de zondag. En voor de volledigheid, voorzitter, en juistheid zal ook de artikelsgewijze toelichting worden aangepakt. Akkoord. Daarmee maakt het amendement onderdeel uit van de besluitvorming. En voor de zekerheid maar even nummer, amendement nummer 1. Dank u. Voorzitter, als we verder lezen in het voorstel, dan lezen we dat de overige winkels maximaal 10 zondagen in gezamenlijkheid open mogen. Kernen zullen dus onderling moeten afstemmen wanneer zij de maximaal 10 koopzondagen in gaan vullen. Het CDA is content met het maximum aantal van 10. Op deze wijze behouden we de exclusiviteit van het winkelen op de zondag en voorkomen we dat met name de kleine ondernemers meer moeten werken dan dat goed voor hen is. Maar het CDA maakt zich wel zorgen over maakt, is de wijze waarop de 10 koopzondagen moeten worden vastgesteld. De kernen binnen onze gemeente hebben in ons allemaal een heel eigen karakter en identiteit. En daar is het CDA trots op. Mede hierdoor zou het CDA graag zien dat we vasthouden aan het maximum van 10. Waarbij we iedere kern zelf de gelegenheid willen geven om deze zondag in te vullen. Hiermee onderstrepen we ook nog maar weer eens de vrijwilligheid voor de consument, werknemer en ondernemer. Want mochten er kernen zijn die geen behoefte hebben aan een koopzondag, dan worden zij door niets of door niemand gedwongen. En om dit mogelijk te maken, voorzitter, willen we nog een amendement indienen dat ook nu weer mede wordt ingediend door de Partij van de Arbeid, op koers.nu, VVD, GroenLinks, 50+. En met uw goedvinden, voorzitter, zal ik ook nu weer het dictum voordragen. Akkoord. De verordening winkeltijd in Hardenberg 2014, vastgesteld op 1 juli 2014, zoals gewijzigd 17 juli 2018, te wijzigen als volgt. Artikel 3a wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt. Artikel 3a, vrijstelling voor bepaalde zondagen gedurende bepaalde uren voor supermarkten en andere winkels. Voor het in artikel 2 eerste lid aanhef en onder A van de winkeltijd vervatte verbod geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zondagen tussen 1 uur en 5 uur voor andere winkels dan supermarkten. Daarbij geldt dat per kalenderjaar maximaal 10 zondagen per kern worden aangewezen, waarbij de kernen zelf aangeven wanneer zij een koopzondag wensen. Burgemeester en wethouders wijzen de volgende dagen niet aan als bedoeld in het tweede lid. De eerste paasdag, de eerste pinksterdag en wanneer deze op een zondag vallen, de nieuwjaarsdag, de eerste kerstdag en ook de tweede kerstdag. En voor de volledigheid, voorzitter, en de juistheid zal ook hier de artikelsgewijze toelichting opnieuw ook worden aangepast. Akkoord, amendement nummer 2. Voorzitter, ik rond af. Zoals ik in het begin van mijn betoog al heb aangegeven, heeft het CDA haar best gedaan om diverse voors en tegens tegen elkaar af te wegen en te zorgen voor een model ten aanzien van de koopzondag dat past bij onze mooie gemeente Hardenberg. Tegen de consumenten zou ik nog graag willen zeggen dat men niet moet winkelen op de zondagmiddag, maar het mag. En diezelfde vrijwilligheid geldt natuurlijk ook voor ondernemers. En ik wil hen bij deze oproepen om maximale loyaliteit te tonen en hun medewerkers die niet op zondag willen werken. En daarmee sluit ik ook aan bij de woorden van de heer Schoenmaker, die tijdens zijn inspraak aangaf dat geen enkele ondernemer werknemers verplicht om op zondag te werken. En ik zou zeggen, laten we dat met elkaar vooral zo vasthouden. En tegen de diverse kerkelijke instanties die onze gemeente rijk is, zou ik vooral ook willen zeggen
probeer de koopzondag ook te zien als een kans. Een kans om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het geloof. Dus zet de deuren van de kerken open en nodig mensen uit voor een kop koffie en een goed gesprek, zodat, zoals dat tijdens de pilot, ook al door diverse kerkelijke instanties is uitgevoerd. Voorzitter, ik dank u wel. Akkoord, dank u wel. Het woord is een vraag, opmerking van de fractie van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor dat u een amendement indient om 10 keer per kern een koopzondag toe te staan. Heeft u ook een definitie van de kern? Geeft ook aan enige exclusiviteit daardoor nog ontstaat? Nou ja, als ik zo even de gemeente ken, dan hebben we 29 kernen keer 10. Dan is de exclusiviteit wel vrij ver te zoeken. En ik vraag me ook af hoe praktisch is zo'n amendement ook voor de uitvoering, handhaving. Ik voorzie daarmee toch een praktisch vrij moeilijk uitvoerbaar amendement. Maar goed, dat zal het college moeten geven. Maar als ik dit zo hoor, ik ben natuurlijk niet blij met het amendement, maar dat weet u. Nou, voorzitter, als u het goed vindt, dan wil ik daar wel even op reageren. Kijk, u heeft het enerzijds over de handhaving. Nou, voor mij is onze gemeente een gemeente van het goede gesprek. We hebben natuurlijk wachttoetsen bij de ambtenaren en die geven dat gelukkig ook aan. Dus op het moment dat je een winkelier zou hebben die open zal gaan, op het moment dat dat niet mag, omdat het misschien wel op een zondag is die niet is aangewezen, dan zou ik zeggen, ga dan vooral de dialoog aan, zoals we dat in onze gemeente ook gewend zijn. En zoals we dat ook altijd doen. En als je kijkt naar de definities van kernen, en dan zou ik gewoon willen zeggen van, zorg dat je de gemeente ook opzoekt op het moment dat je behoefte hebt aan een koopzondag. De kernen die we hebben zijn allemaal gedefinieerd, dat zijn er 29. En laat de ambtenaar als uitvoering ook gewoon met een procedure komen van ja, die nou voor een bepaalde tijd jullie wensenlijst in ten aanzien van de koopzondag. En dan kunnen wij aanwijzen. En volgens mij is dat een goede behapbare procedure. Maar wat ik niet wil, en heb ik ook gezegd, is dat die kernen dat in gezamenlijkheid gaan doen. Want dan zou je in een situatie kunnen komen dat Delersvaart en of Hardenberg de kleine kernen meetrekken. Dat is nou precies iets wat we niet willen. Als er vezeldagen zijn in de Krim, met alle respect, maar daar hoeft Hardenberg niet per se iets mee. En op het moment dat het toeristenseizoen is en Hardenberg wil iets open doen, dan heeft de Krim daar misschien wel wat minder behoefte aan. En vice versa. Dus dat is eigenlijk wat ik daarop te zeggen. Ja, voorzitter. Ik merk toch dat uw argumentatie, hè, ten aanzien van de supermarkten, dan moet het een gelijk speelveld worden. Maar als we het over kernen hebben, dan gaan we in één keer een divers speelveld creëren. En ja, ik voorzie dat dit een hele moeilijke regeling wordt. Nou, ik voorzie het niet. En het heeft ook te maken met het punt wat u zelf ook al eens aan heeft gegeven. Dat heeft puur te maken met de grotere en de kleinere ondernemers. Je ziet dat supermarkten toch vaak wat grotere ondernemers zijn. We hebben ook als fractie de supermarkten uitgenodigd hier bij ons aan tafel in het gemeentehuis. Daar bleek ook dat er echt wel een brede behoefte is aan een koopzondag voor supermarkten op alle zondagen van een jaar. En als je kijkt naar de exclusiviteit van een maximum van 10... die hebben we ook vooral om ook die kleinere ondernemers te beschermen. Ik hoorde meneer Schoenmaker iets zeggen over papa en mama winkels. Nou, zo zou je het kunnen noemen. Maar het gaat ook vooral voor de lokale drogisterij, de lokale bloemenzaak. Die ik het niet of die wij het niet willen aandoen. Dat die op 52 weken open zou moeten. En voor een supermarkt, maar dan ga ik echt af op de geluiden uit het veld. Is dat makkelijker te organiseren. Voorzitter, akkoord. Ja, ik heb nog een vraag. Nog één vraag en dan de heer Rodemond. Ja, u doet een oproep om loyaal te zijn aan de werknemers die niet op zondag willen werken. En daarmee raakt u direct ook, denk ik, wel een punt wat dit voorstel heel moeilijk maakt. Hè. We moeten nu al oproepen tot een bepaalde loyaliteit, terwijl het wettelijk niet verplicht zou moeten zijn. Maar we weten zelf ook wel dat als we naar de praktische realiteit gaan kijken, dat hier dus een pijnpunt zit. Dus ik vind het prachtig dat u dat zo zegt. Maar daarmee loopt u wel weg voor een stukje verantwoordelijkheid die wij hebben naar onze gemeenschap toe. Want iedereen kan invullen, ook hoe dat in de grote steden gebeurt. Je krijgt gewoon geen baan meer als je op zondag niet wil werken. Voorzitter, als u mij toestelt, wil ik er toch nog even op reageren als u dat goed vindt. Akkoord. Het klinkt misschien wel wat flauw, maar ik loop eigenlijk helemaal nergens voor weg. Dat is één. En het tweede is, als je kijkt naar de werknemers, we hebben natuurlijk niet... Kijk, zo'n voorstel komt voor het CDA niet uit de lucht vallen. Wij hebben ook een christelijke identiteit. We hebben geworsteld
met hoe we dit nou praktisch kunnen invullen. En we hebben ook niet voor niets die supermarktondernemers de mogelijkheid geboden om met ons in gesprek te gaan hier in het gemeentehuis. Nou, dat is echt gehoor aangegeven. En daar ben ik ontzettend blij mee. En we hebben daar ook de vraag gesteld van hoe gaan jullie nou om met je werknemers die niet op zondag willen werken? Goed, daar werd duidelijk aangegeven. Goh, wij hebben, voordat wij mee gingen doen aan een pilot, hebben wij geïnventariseerd. Of medewerkers dat willen, ja of nee. Nou, daar is ook goed op gereageerd. En daar is ook gezegd, van, ja, mensen die niet willen, die houden wij gewoon buitenschot. En dat kan ook, want als je kijkt naar de supermarkten, die hebben vaak een pool die dusdanig groot is, dat die mensen gewoon kunnen worden ontzien. En als je de vergelijking maakt met de grote stad, dat mag. Maar als ik kijk naar de geluiden die ik hoor van die supermarktondernemers, dan hoor ik daar hele andere geluiden en is daar zorg voor werknemers. Wordt niemand verplicht. Volgens mij is dat ook datgene wat ik echt onderschrijf. Maar ik vind het wel zorgvuldig om nog een keer die oproep hier te doen. Dus vandaar. Akkoord, dank u wel. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Een vraag ten aanzien van het tweede amendement. 10 maal koopzondag voor andere winkels dan de supermarkten. Mis eventjes de noodzaak als ik het voorstel van het college goed lees, op dit moment althans. Want het college is voornemens om samen met de winkeliers te komen tot een gedragen voorstel voor 10 koopzondagen. U zegt al, we zijn een gemeente van het met elkaar in gesprek gaan en zijn. En eigenlijk voordat dit gesprek start, komt u met een amendement ervan uitgaande dus dat dat gesprek wat het college wil gaan doen, niet lukt, lijkt mij. Tenminste, zo klinkt het dan. Ik snap dat er kernen zijn met een eigen piekmoment, festiviteiten of anderszins. Misschien doelt u daar enigszins op met uw amendement. Daar zou u nog een draai aan kunnen geven wat mij betreft. Maar om nu gelijk op voorhand een amendement in te dienen omdat het gesprek zou mislukken, daarmee haalt u ook uw eigen argumentatie enigszins onderuit, lijkt mij. Nou, voorzitter, ook daar wil ik graag even reageren, want dat lijkt mij zeker niet. Kijk, als je kijkt naar de gemeente, is inderdaad veel in gesprek, maar de gemeente voert heel veel gesprekken. Dat, enerzijds, ik heb eens gezegd over die gesprekken met de handhaving, hè, dat is één. Maar wat ik ook heb gezegd, kijk, die kernen hebben een hele eigen identiteit. En wat je zag met de pilot ook, is dat bijvoorbeeld Denis Vader, ik zal het even heel goed zeggen, heeft een mindere toeristische markt dan dat Hardenberg die heeft. Dus daar zie je al dat er een hele verschillende behoefte ontstaat aan een koopzondag. En je hebt ook kernen die misschien wel helemaal geen behoefte hebben aan een koopzondag. En die moet je ook kunnen ontzien. En die moet zich niet verplicht voelen op het moment dat grotere kernen daar wel in zouden meegaan. Wat dit amendement beoogt, is dat we maatwerk kunnen leveren aan diverse kernen. Vrijheid kunnen geven. Dat is eigenlijk wat we doen. En dit amendement is ook al op bedoeld toen we keken naar de vormgeving van de pilot. Het is gewoon heel lastig om in gezamenlijkheid met alle kernen samen te komen tot de invulling van 10 zondagen. En we willen ook voorkomen dat de grotere kernen het gaan bepalen voor de kleintjes. Dat is eigenlijk zo. Voorzitter, dan kort, toch nog eventjes, mogelijk in herhaling vallend, maar dan zijn we niet duidelijk naar elkaar toe waarschijnlijk. Er is in het voorstel geschreven dat we in gesprek gaan met de ondernemers van alle kernen. Uw betoog leidt er wederom toe dat de grote kernen het gaan bepalen. Waar haalt u dat dan vandaan? We hebben het gesprek nog niet gevoerd. Laten we dat gesprek eerst afwachten voordat we dan dit amendement gaan indienen. Nou, voorzitter, daar wil ik toch nog even op reageren. Want wij hebben als CDA, ik heb er ook iets van gezegd, een zorgvuldig proces doorlopen. En wij hebben echt om tafel gezeten met mensen uit kleinere kernen. We hebben om tafel gezeten met Centrum Management Hardenberg. We hebben om tafel gezeten met DMC. En daar blijkt uit al die gesprekken toch van, ja jongens, die 10 is prima. Hè? Dat zei meneer Schoenmaker vorige week zelf ook. Maar laten we het wel doen op basis van de kernen afzonderlijk en niet gezamenlijk. Omdat gewoon die identiteit van die kern heel anders is. En wij hebben echt daar tijd en energie in gestoken. En we hebben dit zelf niet bedacht. En wij willen wel een voorstel hebben wat past bij ons. Ook zeker bij onze partij als CDA. Maar we willen ook een voorstel hebben wat enigszins toekomstbestendig is. En wij hebben het echt het volste vertrouwen
dat dat zo is. En met die verstande hebben wij dit amendement opgesteld en ligt die nu in stemming. Akkoord, voldoende duidelijk voor dit moment lijkt mij. Dank voor de inbreng van de zijde van het CDA. Dan gaan we naar de fractie van de ChristenUnie. Het woord is zometeen aan de heer Stelpstra. Waarbij ik vanuit ga dat het spreekgestoelte op niveau wordt gebracht. Lieve mensen, geachte raadsleden, college, voorzitter en inwoners. Afgelopen woensdag liep ik door de straten van het winkelcentrum en de aanbiedingen vlogen mij voorbij. Het viel mij op dat de grote ketens steeds meer het beeld bepalen in de winkelcentra. Vorige week zag ik een bericht dat een grote speelgoedketen failliet is verklaard. En de markt is in beweging. Er zijn nieuwe concepten, winkelgedrag verandert, online shoppen, fun shoppen, experience shoppen, noem het maar op. De winkelmarkt is in transitie. En ook in Hardenberg staat de wereld niet stil. Met meer dan 60.000 inwoners, een bevochten streekfunctie, een gemeente met volume en impact op de regio. En sinds kort weer een eigen organisatie met twee grote en respectabele klanten, onze inwoners en die van Ommen. We zijn een zeldzame groeigemeente aan de grens. Verkopen goed onze grond en woningen. Het grondbedrijf draait op volle toeren. Na jaren scherp aan de wind te hebben gezeild, hebben we de wind nu weer vol in de zeilen te pakken en leggen we verbindingen van betekenis. En wij als ChristenUnie zijn dankbaar dat we daar deel van uit mogen maken. En voor ons ligt het raadsvoorstel om tot instelling van de koopzondag te gaan. In onze gemeente Hardenberg. En dat doet ons verdriet. We begrijpen heel goed dat de meerderheid het wil. En een democratie van de helft plus één werkt zo. Maar wel rekening houdend met een minderheid. En we complimenteren het college met de zoektocht naar een balans. Rekening houdend met een minderheid die het niet wil. Waarin ze getracht hebben een waardevol rustmoment te creëren in de winterperiode. Ook voor de supermarktondernemers. En naar ik heb begrepen, ook voor hun een welkom rustmoment. Wij als ChristenUnie hebben gezocht naar verbindingen van betekenis op dit dossier. Wij zeker. Er is een proef geweest, maar de raad negeert deze proef geheel. Het christelijk-sociaal samenlevingsbeeld dat wij nastreven is niet het opleggen van onze visie, maar rekening houden met verschillende belangen. Maar de inkt van het voorliggend voorstel is nog niet droog of er wordt gevraagd om nog meer ruimte. En het is zinloos dit voorstel nog verder te beschouwen. De raad gaat onder leiding van het CDA dit voorstel amenderen. Een CDA dat de vorige periode nog voor sluiting was, maakt ineens een volledige draai. En zo kan de wereld veranderen in één jaar. De fractie van de ChristenUnie gelooft in een gezamenlijk rustmoment voor mensen. Twee weken geleden heeft slager Feurink dat hier proberen uit te leggen hoe dat in de praktijk werkt. Wij geloven dat het scheppingsritme van 6 dagen werken en 1 dag rust, net als dat van de seizoenen, of het een dag- en nachtritme, voor alle mensen goed is. En wij gunnen dat aan iedereen. Het neoliberalisme heeft de overhand en als christelijke minderheid hebben we dit te accepteren. We willen niemand iets opleggen, maar we kunnen ook niet onze ogen sluiten, onze mond dicht houden en onze oren doof houden. De kleine ondernemer is en wordt de dupe, nu en op de lange termijn. En datzelfde geldt voor de mensen die niet willen werken op de zondag. Of voor de stellen en gezinnen die hun agenda's moeten raadplegen en afstemmen om zoiets gewoons als een moment met elkaar te plannen. De onderlinge rust neemt af, we gaan maar door. Volgens medici nemen de burn-out gevallen in rap tempo toe. Het lukt mensen zelfs niet meer om afstand te nemen van werk, van materie, van media, van commercie en vermaak. Als we met dit voorstel instemmen, dan doen we erin mee. En een weg terug is er waarschijnlijk niet. Met dit geamendeerde voorstel bedienen we hoofdzakelijk de belangen
van de C, de commissie en de consument. Maar gaan voorbij aan degene die er een hoge prijs voor betalen en voor wiens belangen wij als volksvertegenwoordigers ook hebben te staan. We verliezen hiermee een steeds zeldzamer wordende manier van rust voor tijd, ontmoeting en bezinning. En wij voorzitter, blijven strijden voor een leven dat verder gaat dan het materiële. Waarin vrijheid en veiligheid de betekenis krijgt die het hoort te hebben. Niet dat alles er moet zijn voor iedereen, maar dat iedereen er kan zijn voor allen. Wij bidden voor onze gemeente en hopen in alle dienstbaarheid en nederigheid te laten zien dat het de liefde van onze God en Jezus Christus is die ons hiertoe aanzet. Met overtuiging zullen wij ook tegen de amendementen stemmen, hoofdelijk of niet. Niet omdat we blind zijn voor de veranderende maatschappij of niet bereid zouden zijn om compromissen te sluiten. Daartoe hebben we ons zeker en zichtbaar bereid getoond. Maar met deze stap houdt de Raad geen enkele rekening met de minderheid. En daarom geloven wij dat dit niet goed is. Dank u wel voor uw bijdrage. De fractie van Op Koers.nu. Mevrouw Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wijziging verordening winkeltijden Hardenberg 2014, de zondagopenstelling. Wij als fractie van Op Koers nu hadden in ons verkiezingsprogramma ons item de zondagopenstelling opgenomen. En daar wilden we een goede uitvoering aan geven. Op basis van het coalitieakkoord Verbindingen van Betekenis 2018-2022, waarbij in het coalitieoverleg rekening is gehouden met ieders wens, is toch besloten om te starten met de zondagopenstelling van supermarkten en andere winkels, om ervaring op te doen met de zondagopenstelling, zodat we dit daarna konden evalueren. Zo wilden wij op Koers.nu de ondernemers de mogelijkheid bieden om zelf te oordelen of zij hiervan gebruik zouden willen maken of niet. Daarbij niet een verplichting opleggen, maar een mogelijkheid creëren. Wij waren dan ook blij dat er snel een pilot werd opgezet en dat dit nu al wordt geëvalueerd. En om zo snel mogelijk met een vervolg te kunnen komen. Na de bevindingen met de zondagopenstelling van de supermarkten en winkels zagen we dat hier draagvlak voor was. Wij hebben de enquête bestudeerd. En wat schetst onze verbazing? Niet alle zondagen worden opengesteld in uw voorstel. Nee, in uw voorstel, wethouder, stelt u voor een aantal maanden niet open te gaan in januari, februari, maart, november, december. En dat brengt verwarring met zich mee. Wanneer zijn de winkels nu wel of niet open? Wij van Op Koers.nu houden echter van duidelijkheid. En in overleg komen we er samen wel uit. Hiervoor is dan ook een amendement gemaakt die we samen met het CDA, Partij van de Arbeid, VVD, 50PLUS en GroenLinks indienen, waarbij dus mogelijkheid voor de ondernemer om alle zondagen in het jaar open te kunnen ook wordt geboden. Er is ook een amendement voor de andere winkeliers in alle andere kernen gemaakt, die ook de mogelijkheid biedt aan deze ondernemers om op 10 zondagen open te kunnen. Dit betekent dus voor alle ondernemers dat we ze de mogelijkheid geven om open te zijn, maar niet verplichten. Akkoord, dank u wel. De heer Stelpstra heeft nog een opmerking en wel een vraag voor u. De heer Stelpstra. Ja, dank u wel. Ik begrijp dat uw belangrijkste argument is een stukje duidelijkheid. Dat vind ik nogal een, maar goed, dat is mij persoonlijk een dunne argumentatie. Ik begrijp dat u de 10 keer per kern graag wenst. Waarom heeft u niet alles vrijgegeven, vraag ik me dan af. Nou, wat ons betreft mocht dat ook, maar we houden rekening met u. U houdt rekening met mij, terwijl ik dit niet wil.
Dat is een hele rare redenatie. Nee hoor, dat is geen rare redenatie. Maar het... U heeft mij niet gevraagd of ik wij hebben ook natuurlijk naar de evaluatie gekeken. En hebben gezien dat ook bepaalde kernen behoefte hebben om open te zijn. En dat, die mogelijkheid willen wij ook bieden. Dus dat zit juist in het amendement. Dus daarom. Akkoord. Dank. Het woord is aan de fractie van de VVD. Mevrouw Klok. Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie is blij dat de evaluatie in zaken de pilot zondag openstelling naar voren is gehaald. De uitkomsten naar aanleiding van de enquête, de gesprekken van de wethouder met inwoners en stakeholders en onze eigen gesprekken met diverse ondernemers en consumenten lijken in grote lijnen overeen te komen. Voorafgaand aan de pilot heeft de VVD-fractie door middel van een amendement aangegeven dat gelijke behandeling van de kernen noodzakelijk is voor een goede test. Alleen de kernen Dedemsvaart en Hardenberg in de pilot laten meedraaien heeft naar onze mening tekort gedaan aan een rechtvaardige behandeling van de kernen binnen onze gemeente. Uiteindelijk is hier gedeeltelijk aan tegemoet gekomen door 23 en 30 december toe te staan dat de supermarkt in alle kernen open mocht gaan. Omdat de kernen buiten de test zijn gehouden en nu ineens bij de besluitvorming wel volledig worden meegenomen, ontstaat in de kernen en in het bijzonder in Gramsbergen en Bergentheim weer enig gevoel meegenomen te worden in de belangen van de grote kernen Hardenberg en Dedemsvaart. Dat is een gemiste kans. De drie koopzondagen voor alle winkels in de kernen Dedemsvaart en Hardenberg zijn succesvol geweest. Dat het aantal zondagopenstellingen nu wordt verhoogd naar 10 is wat ons betreft een vooruitgang. Dat neemt niet weg dat naar onze liberale mening het zo zou moeten zijn dat ondernemers zelf mogen besluiten wanneer zij open willen gaan. Zij weten namelijk zelf het best wat de consument vraagt en nodig heeft en kunnen daarop naar eigen inzicht en ondernemerschap hun bedrijf uitvoeren. Wij denken dat ruimte voor ondernemerschap en eigen invulling ook zorgt voor zelfregulering binnen het normen- en waardencomplex. En ook geloofsovertuiging van een ieder. Niemand wordt gedwongen om op zondag te werken of te kopen. De huidige winkeltijdenwet staat ertoe om vanaf 's ochtends 6 tot 's avonds 10 uur te ondernemen. Deze mogelijkheid wordt ook lang niet volledig benut. Met ruimte voor ondernemerschap ontstaat ruimte voor eigen inzichten, maar ook respect voor de uitgangspositie van een ander. En daarmee houden we rekening in onze gemeente. Vrijheid verdient immers meer respect dan beperking. De ingediende amendementen voorzien vooralsnog in een beperking voor ondernemers en het winkelend publiek. Maar wij vinden dat de verruiming binnen deze gemeentelijke kaders voor nu een hele verbetering is en daarmee ook voldoende. Wij hopen dat er in de toekomst nog meer ruimte wordt geboden. Samengevat zijn we zeer content met de gelijkheid van behandeling van alle kernen en zullen wij instemmen met de ingediende amendementen. Er rest ons nog één vraag voor de wethouder en die betreft of aan de toewijzing van een koopzondag ook nog een afweging ten grondslag ligt. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Voor dit moment. De fractie van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan de heer Jonkhans. De zondagopenstelling. Overeengekomen is in de coalitie een proef waarmee ervaring op zou gedaan worden met de zondagopenstelling. En we hebben tevreden waargenomen dat de wethouder voortvarend aan de slag is gegaan. Een versnelde evaluatie met een resultaat dat nu voor ligt. We zijn blij met het voorstel, maar niet helemaal. Er zit naar onze smaak voldoende waarborg in dat kleine zelfstandige ondernemers niet worden meegezogen in de 24-uurseconomie als ze dat niet willen. Bij supermarkten speelt dit minder een rol. Door de verruimde tijden, winkeltijden, en mevrouw Klok noemt het net al, doen ze dat al. Ze kunnen van 6 tot 10 open zijn, dus vandaar dat ze ook in ploegen werken. En ja, die hebben daar ervaring mee. Dus ik denk dat daar het probleem niet is. Vandaar dat we ook makkelijk mee kunnen gaan in het abonnement. Want voor openstelling van supermarkten gedurende het hele jaar op de zondagmiddag. Overigens is hier deelname ook vrijwillig. Als men dat niet wil, hoeft men dat niet te doen. De overige winkels staat het vrij om tot een maximum van 10 zondagen 's middags geopend te zijn.
Wij dienen het amendement mee in van het CDA, omdat het voorkomt dat de meerderheid in Hardenberg en Denemsvaart bepaalt wanneer een winkelier in de Krim of in Slagharen open moet zijn. Nou, de heer Brink zei dat ook al. En door het per kern te organiseren geef je wat dat betreft meer vrijheid als je af wil wijken. En het zal in de praktijk wel blijken hoe vaak dat ook zal gebeuren. Dus al met al, we stemmen mee met de twee amendementen. Tot zover de bijdrage van de Partij van de Arbeid. Dank voor die bijdrage. Geen vragen, dan ga ik naar de fractie van 50PLUS. Het woord is aan de heer Schuwel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wanneer je zo'n kleine partij bent, kom je altijd oud. Een van de laatste aan bod. Dat is nog niet zo. Dat is ontzettend veel gezegd. Wij hebben dan ook gemeend, als 50PLUS, met de amendementen zoals ingediend door het CDA, volledig akkoord te gaan. Wij zien ook de noodzaak dat 10 zondagen in de andere weekenden gewoon vastgesteld kunnen worden. Zodat zij ook niet altijd hoeven te kijken van wat doen de andere weekenden. De winkels op zondag open en dan wel de supermarkten juichen wij van harte toe. Akkoord. Daarmee de bijdrage van 50PLUS. En houdt u er rekening mee dat het ook eens anders kan zijn dat u wel sneller aan de beurt bent als kleine partij. U bent gewaarschuwd. De fractie van GroenLinks. De heer Boshoven. Ja, voorzitter. Als kleine fractie? Nee. Voorzitter, van proberen kun je leren. En het doet mijn fractie goed om te zien dat er geleerd is uit de proef met de zondagsopenstelling. Het is mooi dat alle kernen die onze gemeente telt nu mee kunnen doen. Zoals we ook eerder hebben aangegeven, wil mijn fractie graag naar een regeling waarin supermarkten iedere zondag open mogen. Met de nadruk natuurlijk op mogen. Daarom steunen wij ook het CDA-amendement, amendement 1, van harte. En wat betreft de supermarkten is het duidelijk dat de zondagsopenstelling voorziet in een behoefte. Zo kan straks iedereen op de fiets haar boodschappen doen bij de plaatselijke supermarkt, of het nou zondag of maandag is. Hiermee brengen we het aantal mensen wat op zondag naar de auto en de auto naar, noem eens wat, de Koevorden rijdt ook mee. Dus mijn fractie ziet ook op duurzaamheid een positief effect. Dan de koopzondagen voor alle winkels. Hier heeft mijn fractie ook wel degelijk aandacht voor de kleine ondernemers die onze gemeente telt. Daarom is het ook goed wat mijn partij betreft dat er niet meer dan 10 koopzondagen kunnen worden aangewezen voor deze startperiode. Wel vinden wij dat iedere kern anders is en andere belangen heeft. Daarom steunen wij ook het amendement dat daar invulling aan geeft en dat ieder dorp zelf zijn afwegingen kan maken. Het doet ons goed dat we vanavond een toekomstbestendig besluit gaan nemen. Het is goed dat we duidelijkheid gaan geven over hoe wij de zondag in Hardenberg en onze gemeente voor ons zien. Voor tussentijdse evaluaties voelt mijn fractie dan ook niets. We vertrouwen erop dat de verbinding tussen betrokkenen en de raad inmiddels dusdanig goed is dat mocht er iets beter of anders kunnen, dat het signaal snel genoeg overkomt. Tot zover. Kort, dank u wel. Tot slot, de allerkleinste fractie om het zo maar te zeggen, maar wel met 1 zetel vertegenwoordigd. Het woord is aan de heer Rodemond van D66. Voorzitter, het zal u niet verbazen dat u zojuist mijn gehele inbreng al heeft verwoord. Niettemin, het voorstel wat nu voor ons ligt, aangaande de openstelling voor winkels op zondag, is wat onze fractie betreft, onze partij betreft, een mooie en ook bijzondere stap voor deze gemeente. We hebben lang gediscussieerd, we hebben lang nagedacht met elkaar hoe we dit zouden moeten vormgeven. En in ieder geval is er nu een voorstel per tafel wat een stap voorwaarts betreft aangaande de winkeliers, de consumenten. En misschien zelfs ook wel de hele recreatiesector die hier mogelijk mee van kan profiteren. Wij hebben al enige tijd gepleit voor een flexibele oplossing wat betreft de openstelling voor winkels.
waarbij winkeliers zelf hun momenten kunnen kiezen. Piekmomenten hebben wij dat genoemd. Bijvoorbeeld rondom de zomervakantie, rondom de feestdagen in december, et cetera. Nu liggen er ook twee amendementen ingediend door onder andere het CDA, waarbij we in ieder geval het eerste amendement kunnen omarmen wat betreft de openstelling voor de supermarkten op alle zondagen met uitzondering van de christelijke feestdagen. Maar het tweede amendement, het per kern bepalen van wanneer gaan we dit doen, stuit bij ons wat op wat weerstand. Ik probeerde dat net ook al te verwoorden in mijn vraagstelling aan het CDA. Omdat de gesprekken eigenlijk nog moeten plaatsvinden en voordat die gesprekken plaatsvinden gaan we er al vanuit dat de uitkomst niet gunstig zal zijn voor de kleine kernen. En dus geven we mensen maar de ruimte via een amendement. Liever zien wij dat wij het voorstel zoals het nu voor ligt, met inachtneming van het eerste amendement met betrekking tot de supermarkten, een tijdje doorgang laten vinden. De geluiden gaan ophalen van de winkeliers, van de consumenten en andere belanghebbenden. En dan is na 1 à 2 jaar kijken hoe we ervoor staan en dan nog eens keer met elkaar gaan discussiëren. Is dit nou precies wat wij willen of moeten we nog een bijstelling doen? Dat is eigenlijk een oproep die ik doe aan onze raad, maar ook graag hierop een reactie van onze wethouder. Tot zover, voorzitter. Akkoord, dank u wel. Alle partijen, de heer Brink. Ik heb nog een vraag voor meneer Rodemond vandaag. Ja, eigenlijk twee. De eerste vraag, meneer Rodemond. Heeft u ook gesprekken gevoerd met diverse ondernemersverenigingen, ondernemers, kleine kernen, dat soort instanties? Ja. Nou, wat ik vreemd vind, hebben we misschien andere mensen gesproken, maar als ik kijk naar die mensen die wij spreken, die spreken wel degelijk over de behoefte om zelf te kunnen bepalen over diverse kernen heen. Ik snap dat het belangrijk is. En ik hoorde u net zeggen van, we hebben als D66 altijd gezegd. Eén moment, eerst de heer Brink even. En dan vraag u. En u zegt van, want daar wil ik even naartoe. U zegt, we hebben als D66 altijd gepleit voor een flexibele opstelling als het gaat om het openstellen van winkels. Met het amendement van die 10 per kern komen we daar wel degelijk aan tegemoet, dat die flexibiliteit toeneemt. Dat we niet vasthouden aan elkaar, maar dat we per kern zeggen van, goh, u mag met een maximum van 10 zelf bepalen wanneer u de winkels open doet, ja of nee. Mm-hmm. Dat vind ik een forse stap als het gaat om flexibiliteit waar u zelf voor gepleit heeft van D66. Nou, en wat ik dan ook niet helemaal begrijp is dat we dan blijkbaar allebei heel veel verschillende mensen hebben gehoord. Want ik hoor hele andere geluiden dan uit uw mond. En dan nogmaals, wat heb ik al gezegd, die flexibiliteit. Dus ik ben even hoe u dat dan rijmt met uw eigen partij, D66. Heer Rodemond. Ik probeer ook eventjes de vraag te duiden van de heer Brink, voorzitter, als er al een vraag in zat. Want meneer Brink probeert een verschil te duiden. Ja, dat is een verschil van interpretatie van de gesprekken mogelijk. Mijn punt is, meneer Brink, dat ik de geluiden ken en de verzoeken ken om in ieder geval zelf te kunnen bepalen wanneer men open gaat. Ik probeer alleen maar te refereren aan het voorstel wat nu voor ligt, dat we nog als gemeentebestuur in gesprek gaan met de ondernemers om te kijken welke 10 zondagen dit zouden moeten zijn. En dat ik niet per se vooruit wil lopen op dat gesprek om nu een amendement te steunen. Dat is wat ik nu betoog. Dat heeft niks te maken met de gesprekken die u of ik hebben gevoerd met wie dan ook. Ik proef ook een beetje een twijfel in uw stem en uw vraagstelling of ik überhaupt wel met mensen heb gesproken. En eerlijk gezegd probeer ik daar wat afstand van te houden, eerlijk gezegd. Akkoord. En als ik heel concreet ben, dan als u pleit voor flexibele openstelling, dan snap ik niet waarom u dit amendement niet omarmt. Dat is concreet wat de vraag dan is. Duidelijk. Akkoord. Daarmee zijn alle fracties hier in de Raad in eerste termijn aan bod geweest over het onderwerp vanuit de zondagsopenstelling. En kijk in de richting van het college. De verantwoordelijke wethouder of nu al wil reageren, dat is het geval. En geen behoefte aan de schorsing. Als u zegt ik wil even schorsen, dan zou dat kunnen. Maar die behoefte die proef ik inderdaad niet. Dus het woord is aan de heer Tarietstap. Ik heb een paar vragen gesteld, D66, VVD onder andere nog. En er liggen 2 amendementen. Ja.
Heer Trietzo. Ja, ik dacht even dat u vroeg of ik de behoefte had om te reageren, maar ik wist niet zeker of het de vraag was. Volgens mij heb ik gewoon te reageren ook op de amendementen en op de vragen die er zijn. Maar vorige keer hebben we er al lang over gesproken natuurlijk met elkaar en gezegd de raad is aan zet. Luisterend nu naar de raad vind ik wel het mooie van het duale stelsel waar we momenteel in zitten. Dat wij als college ook luisteren hoe de raad erover spreekt. Uit de raad merken wij een hoop enthousiasme over met name ook de amendementen die er nu zijn. Daarover kan ik zeggen dat enthousiasme deelt het college niet. Het college is vanuit een opdracht aan het werk gegaan vanuit die we mee hebben gekregen. We hebben een proef gedraaid met elkaar. In die proef zouden we twee zaken eens even goed tegen het licht houden. Dat is de frequentie en dat zijn de aantal kernen. En we zouden het gaan evalueren, hebben we ook nog aangegeven. U heeft aangegeven met wie wij dan bepaalde gesprekken zouden moeten gaan voeren. Om te kijken van hoe wordt er nu over gedacht. Daar hebben we ook gezegd als college, aanvullend doen we daar ook een enquête bij. Om het beeld compleet te maken. En dat beeld laat een diverse wensen zien. En vervolgens is een balans, de inspreker gaf het voor die tijd ook al aan. Een balans is er überhaupt een balans te halen? Ik constateer dat de balans en het college ziet het als een Hardenbergs model. Waar wij op uit dachten te komen als college, dat zou kunnen passen. Bij Hardenberg, waar rekening wordt gehouden met verschillende belangen, dat niet wordt gedeeld. We horen ook weinig terug over de geluiden. Bijvoorbeeld, we horen wie heeft wie gesproken. We hebben heel veel mensen gesproken, maar ook een enquête om het geprobeerd zo feitelijk mogelijk te houden, dat ook in verslagen vast te leggen. En vervolgens laat dat zien dat er verschillend over gedacht wordt en is ook geprobeerd in een voorstel te komen over die twee punten waar het feitelijk over gaat. Want er worden heel veel zaken benoemd waarin iets veilig wordt gesteld, maar daar ging de hele proef niet over. Want die ging niet over de ochtenden, het ging over de middag. En het ging erover frequentie, kernen. Daar hebben we op bevraagd. En dat zijn nu exact de twee zaken waar de raad een andere mening over heeft. Dat is uw goed recht. Dus over het eerste amendement om te zeggen van alle zondagen, dat is aan u. En dat laten wij ook graag bij de raad, wat ik al eerder heb aangegeven, het college ook besproken. Het enthousiasme rond deze amendementen delen wij niet, omdat wij vinden dat daar onvoldoende rekening wordt gehouden met de andere geluiden die er zijn. Dat is het eerste. Het tweede amendement ten aanzien van die om- en omregeling, daar ging ook al even een gesprek over in de raad. Er werden ook verschillende argumenten even aan de orde en die haal ik toch even, haal ik nu er even bij. Verwarring heb ik gehoord en zorgen over hoe het moet worden vastgesteld. Wij constateren vanuit het college dat dat niet opgelost wordt met het amendement wat nu voor ligt. Want de verwarring stijgt, hè, want het is straks niet meer eens per kern. Want we hadden 10 kernen aangewezen wanneer in Hardenberg overal koopzondag was. Maar nu moet diezelfde consument waar u aangaf, die raakt zeer verward, ook nog gaan nadenken van is dat nu in Kloosterhaar, maar dan is het in Bergentuin niet. Dus u moet ergens ook nog op een kalender gaan kijken waar diezelfde consument precies moet weten welke winkel nu wel open is en niet. Dat is één, dat ik denk van, is dat nou helemaal in lijn met wat u hebt beoogd? En het tweede is, en die kwam hier ook al even aan, wat verwacht u daarin van ons, van het college? Eigenlijk stelt de VVD de vraag aan mij van, ja, is er nog een afwegingskader of iets dergelijks? Niet behalve dat wij gezegd hebben, als u vindt dat de zondagen zouden moeten zijn, ons voorstel spreekt over 10 zondagen, dan is het enige afwegingskader is het aantal. We kunnen de 10 aanwijzen en meer niet. Dat is het mandaat van het college. En die kunnen wij dus aanwijzen elk jaar weer aan het begin van het jaar, zoals we eerder hebben gegeven. Dus de wens komt vanuit de ondernemer zelf. Dat was ook de wens van het college om dat bij de ondernemer te laten. Nu vraagt u met het amendement dat het college, en daar heb ik echt wel een zorg over, iets moet gaan doen over dat elke kern kan waarschijnlijk, en wie is dan ook de kern, wie spreekt er namens de kern? Is er één winkel, zijn er twee winkels, wat er dan namens die kern, neem een kern als Bergentheim, neem een kern als Gramsbergen, waar het aantal winkels kleiner is. Wat verwacht u daar nu in precies van mij? Ik snap, hè, de vorige hier bij de oriënterende ronde ook vanuit Dedensvaart en uit Hardenberg is er gesproken, namens Dedensvaart en Hardenberg, die ook georganiseerd zijn en vanuit die organisatie hier hebben ingesproken, die zeggen van ja, wij willen graag het gewoon zelf kunnen bepalen. Ik heb vorige keer ook aangegeven vanuit het college, de proef ging over 3 tot 5, laten we dat als college ook zeggen, laten we dat aantal oprekken naar 10, dan zit er voldoende in om het ook bijzonder te houden voor de kernen,
En dan kan iedereen ook nog eens een keer zelf aangeven. Maar dan hou je wel die duidelijkheid en het gelijke speelveld naar elkaar toe. En dan is die duidelijkheid er wel. Nu vraagt u iets van het college waarin ik naar de toekomst toe wel mijn zorgen heb. Dus ik leg het ook even bij u terug. Wat verwacht u ervan? Ten eerste van het aanwijzen. Hè? Want dat is een arbeidsintensief proces als wij al die 29 kernen, nou die hebben wat mij betreft volgens mij niet allemaal een winkel. Dus laten we even zeggen, laten we een stuk of 10 kernen waar we het dan over hebben. Hè? Dat wij al die 10 kernen, als dat, mocht het in het ergste geval 10 verschillende kernen, dan heb je 52 koopzondagen. Verwacht u dan ook nog iets in de handhaving op het moment dat een andere kern dan ook denkt van ik ga ook open of niet? Dus het is wel een situatie die u nu creëert met het amendement. Waarvan ik even zoekende ben, wat verwacht u nu straks dan van ons in voorzitter. Dit? Kijk, dat komt op. De heer Brink. Wellicht kan ik een deel van uw vraag beantwoorden. Want ik heb in de aanloop naar deze vergadering ook nog wat vragen technisch uitgezet. Hè, van hoe houdbaar is het een en ander? Dus daar hebben we wel onderzoek naar gedaan. Nou, maar ik wil eerst even naar die onduidelijkheid. Hè, want u zegt van ja, als je elke kern een potje geeft met 10, ja, wanneer is nou wat? Hè? Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat het nog veel onduidelijker is. Dat je zegt, de hele gemeente Hardenberg heeft de koopzondag. Maar die en die en die kern doen niet mee. Want die hebben een hele eigen identiteit. En die past niet bij deze datum. Dat, ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook niet duidelijk is. En als ik zie naar de koopzondagen die we in de pilot gehad hebben. Nou, ik ben zelf nog een beetje vervent gebruiker van social media. Dan zie je gewoon dat die kernen daar echt wel promoties voor maken. Dus die weten of via die kanalen, maar ook via bijvoorbeeld deze Zaanse krant of de Toren, om hun eigen koopzondag te promoten. En volgens mij is dat duidelijker dan dat je zegt, we gaan 10 in gemeenschappelijkheid indienen en op een zondag is er een koopzondag in de gemeente of in staat Hardenberg, maar die en die zondag doet niet mee. Volgens mij wordt het daar ook niet heel duidelijk van. Ik ben wel even benieuwd wat u daar zelf van vindt. Ja, en ten aanzien van de procedure. Ja, ik zou me kunnen voorstellen, maar daar heeft u wellicht zelf een ander beeld bij. Ik vind het lastig om zelf niet over de uitvoering gaan, maar goed, ik wil er echt wel iets van zeggen. Dat je zegt van, goh, we gaan het via de plaatselijke belangen doen, want u zegt zelf ook al. Er zijn ook heel veel kernen in onze gemeente die helemaal geen winkels hebben. Nou, daar hoef je helemaal niks mee. Alleen de kernen die dat wel hebben, vliegen het gewoon aan via de plaatselijke belangen en houden lijntjes kort. Ik weet dat de middenstand van Bergentheim elkaar heel snel weet te vinden. En ga dan als organisatie zeggen van nou, voor die datum, u zei het al iets van het begin van het jaar, lever iets bij ons in. Ik zou me kunnen voorstellen dat met de besluitvorming van nu die datum straks niet bij het nieuwe jaar ligt, maar iets daarvoor, zodat we dit jaar ook alweer iets kunnen. Maar ik zou het zo doen. Ik zou het niet, als ik de technische vragen lees, de beantwoording daarvan, dan is het, misschien heb ik het verkeerd hoor, maar dan hoor ik dat graag ook van u. Is het allemaal niet zo heel erg arbeidsintensief? En is het allemaal behapbaar? En dat is mijn opvatting ervan. Voorzitter. Goed, de heer Rodemond en dan naar de per vraag. Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Brink ten aanzien van de onduidelijkheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de communicatie. Het lijkt mij vrij helder dat als de gemeente 10 koopzondagen aanwijst voor de gehele gemeente, dat we dat zelf ook op een of andere manier kunnen communiceren. U zegt zelf nu dat de kernen dat ook kunnen promoten via de huis-aan-huisbladen en anderszins. Dat betekent dus in feite dat u de kernen en daarmee de winkeliers in die kernen mogelijk op kosten jaagt om die promotie dus zelf ter hand te gaan nemen. Of denkt u dat daar nog weer vanuit ons wat financiën tegenover staan bijvoorbeeld? Hè? Want u zegt het is allemaal heel simpel, u heeft allemaal onderzoeken gedaan en u heeft keihard uw best gedaan om het een en ander goed dicht te timmeren. Maar u komt met een voorstel wat tot onduidelijkheid leidt en wat leidt tot hogere kosten voor de ondernemers als die zelf promotie moeten gaan houden. Mag ik daarop reageren, voorzitter? Ja. Kijk, wat er gebeurt, meneer Rodemond, als een kernbesluit, hè, ik noem net in mijn betoog het voorstel van de Krim. Als de Krim vezeldagen heeft en ze besluiten om daarbij of daaraan volgend de winkels open te doen, dan maken ze daar promotie voor. Dat is gewoon hoe de markt ook werkt. Dat zagen we hier ook met de pilotperiode. Staat Hardenberg organiseert een mooie koopzondag. Daar komen bandjes bij, daar is het gezellig, daar is het leuk. Daarbij is de tijd ook beperkt, zodat we ook rekening houden met de kerkgang en dergelijke. Maar dat is gewoon marktwerk, dat is gewoon promotie maken, ondernemen en op basis daarvan zorgen dat je klanten trekt op zondag in een beperkte maat. Volgens mij is dat ook gewoon
hoe de markt werkt en hoe ook ondernemerschap werkt. Akkoord. Ik kijk even rond, want we gaan straks nog tweede termijn krijgen. Of wat u dit nu wilt. Want de wethouder is bezig met de beantwoording van vragen en gaat in op amendement. Ik heb slechts een kleine aanvulling op deze discussie. Akkoord. In mijn beleving is namelijk de aanleiding om deze definitie zo te maken iets andere dan wat nu besproken wordt. En ook mede het gevolg van de inbreng van meneer Schoenmaker, die op de tribune zit hier, die de vorige keer namens de Stichting Centrummanagement aangaf de behoefte hebben om in ieder geval die 10 per Hardenberg niet afhankelijk van anderen te laten zijn. Want de gedachte was, en wat meneer Brink net aangaf, dat als Hardenberg de 6 gebruikt en de Edelvaart 4, dan kunnen ze in de Krim het vergeten als ze de vezeldagen hebben en op andere momenten wil de Krim niet meedoen met wat Hardenberg doet. Dus het is niet zo dat daar onduidelijkheid mee moet worden gecreëerd. Het is alleen zo dat we net niet willen dat die ene kern, hè, zijn de 10, zijn de 12, dat er eentje buiten valt. Wat mij de vraag wethouder is, waar die 10 nou wel duidelijk in uw voorstel let? Want u hebt het over 10 die wel kennelijk met u konden communiceren en die anders zouden het niet kunnen. Het lijkt allemaal ver gezocht. We begrijpen best dat u niet op uw stoel zit te springen van enthousiasme om het voorstel uit te voeren. Maar om nou ter zake de uitvoering zo heel erg ingewikkeld te gaan doen, lijkt mij ook niet nodig. Want iedere kern 10, ik denk dat ongeveer eerst de rest hebben geen winkels meer, die behoefte heeft aan een koopzondag, die kunnen zich volgens mij heel eenvoudig bij u melden. En de enige vraag van de VVD was of u daar nog iets van vindt als iemand zich meldt met de vraag of er een koopzondag mag komen. Of u dan gaat zeggen nee, dat mag niet en op welke gronden dan. Of dat u gewoon zegt iedereen die zich meldt en heeft nog geen 10 gebruikt, die staan we daartoe. Dat was de intentie, dus geen kernen buiten de boot laten vallen en eenvoud creëren in de besluitvorming. En niet om daar een ingewikkeld dwaalspoor van te maken. Voorzitter. Goed, dank voor de verduidelijking. De heer Stelpstra, dan terug naar de wet. Dank u wel. Ja, ik merk dat in deze discussie over de 10 koopzondag bekend, dat het uitgangspunt, ik wil het zelf kunnen bepalen en ik wil geen rekening houden met anderen. Dat is ten diepste het uitgangspunt van deze hele discussie. En ik vind niet dat we het mooier moeten maken. Volgens mij heeft u dat heel goed samengevat. Dat is de conclusie. En elke kern, lees ik ook in het amendement, kan zelf aangeven, moet zelf aangeven in de richting van de gemeente. Of zij dat wil en zo ja, welke daar. Het woord is opnieuw aan de wethouder. Ja, er zijn nu net een aantal aanvullende vragen gesteld. Volgens mij heb ik antwoord gegeven, had ik al antwoord gegeven op de vraag van de VVD, dat wij verder geen kader hebben, behalve als de wens er is. Hè? En uw suggestie dat ik ergens niet om sta te springen, dat niet. Ik vraag alleen om verduidelijking wat u van mij verwacht. En laten we vooral even over een andere kant van de zaak hebben. Van het moment dat andere kernen opengaan die net toevallig dan niet zijn aangewezen in die periode, verwacht u daarin actie of iets dergelijks op het gebied van handhaving van ons? Een andere vraag, de CDA-fractie vroeg mij 2 vragen wat ik ervan vond. Van uw betoog over dat het via social media, begreep ik, gedeeld kan worden, de 10 per kern. Ik denk als je 10 per kern kunt communiceren, kun je er ook 10 in de totaliteit. Maar u vroeg wat ik ervan vond. Dus, maar goed, maar daar geef ik er verder geen antwoord op, want de vraag is niet meer actueel. En het tweede is, ik had nog een vraag van D66 over een evaluatie. Daar zijn wij niet voornemend. Het staat niet in het plan om nu nog te gaan evalueren. Ik hoor een andere raadsfractie ook zeggen van we gaan niet meer evalueren. Wij hebben ook al, heb ik voor in de oriënterende ronde ook al even aangegeven. Wij dachten met het voorstel wat er lag, dat er een duurzaam voorstel lag. Hè? Waar we een Hardenbergs model, zeg maar eventjes. Waarin wij ook niet voornemens waren te evalueren. Dus vanuit het college is niet de wens om te gaan evalueren. Of de gedachte om te gaan evalueren. Voorzitter. Ja. Ja, de heer Rodemond. Tweede termijn of heeft u een aanvullende vraag? Een aanvullende vraag op de opmerking van de wethouder ten aanzien van de evaluatie. Ik heb vorige keer in de O-ronde ook al gezegd, het woord evalueren, ja, vind ik wat stevig. We kunnen natuurlijk altijd met elkaar gaan kijken of we op de goede weg zijn. Hè? Monitoren wat mij betreft, hè? Kies er maar woord voor. Hoe dan ook, u hoort ook de beraadslagingen nu, hè? Tussen de verschillende partijen. En u hoort ook verschillen van mening, denk ik ook politiek gezien, maar misschien ook dus per kern en per winkelier. Dat neigt bijna naar een oplossing om toch eens een keer na verloop van tijd met elkaar te gaan kijken, zijn we inderdaad op de goede weg. Hè? Ik heb u gehoord vorige keer in de oriënterende ronde, dit is wat u betreft een duurzame oplossing. Ik zie toch een mogelijkheid om eens een keer te gaan herijken op zijn minst. Is dit een start van een mooie route of moeten we toch eens een keer wat bijstellen?
Voorzitter, als die behoefte er is om te evalueren, hoor ik hem graag vanuit de raad wanneer die er niet is. Want je merkt hoe verschillend het al is. Hè? Dus als die behoefte er is vanuit de raad, net als dat we geen moeite zullen hebben met dat we het zullen uitvoeren zoals het er staat, hè, vanuit het college. Dat is, die vraag staat helemaal niet ter discussie. Dus even de vraag wat u daarin van ons verwacht. En ik hoor, u geeft aan dat er technische vragen zijn uitgezet, maar die ken ik niet. Dus daar kan ik, verder niet op reageren. Dus dat zal zo zijn, weet ik niet. Akkoord, de heer Gelling zie ik nog. Nou ja, ik hoorde de wethouder een vraag stellen net of de raad verwacht dat er gehandhaafd wordt als er een kernbesluit winkels open te doen. Dan denk ik toch dat het amendement niet helemaal duidelijk is, want het aardige van dit amendement is nou juist dat als, laat ik een voorbeeld geven, in de Krim de vezeldagen op zondag de winkels open doen en Lutten zou besluiten daarbij aan te haken, dat ze dat gewoon kunnen. Dus die hebben ook 10 koopzondagen, dus er hoeft helemaal niks te handhaven. Lutten kan gewoon naar vrij inzicht besluiten ergens mee te doen of niet. En zou Lutten er al 10 gehad hebben? Nou, daar kijken we naar uit dan als dat gebeurd is. En ze zouden er een 11e overwegen, dan verwachten van u inderdaad een hele strenge hand. Maar voordat het zover is, is Lutten al een paar stappen verder, denk ik. Je moest eerst aanwijzen, daar ging mijn opmerking over. Hè? Want er zijn situaties denkbaar dat ze niet zijn aangewezen. Het is een arbeidsintensief proces, of niet. Hè? Maar je hebt situaties denkbaar, die waren er zelfs tijdens de proefperiode, dat winkels toch overwogen, of omdat ze dachten dat ze open mochten en dat ze niet open mochten. Wat verwacht u daar dan in? En met name als je het op deze manier hebt georganiseerd, dat het per kern is. En het is bijvoorbeeld net niet aangevraagd, of niet op de juiste zondag. En ze zien het en denken, we gaan toch open. Verwacht u daar iets van ons in? Het is aan de raad. In die zin volstrekt duidelijk, denk ik. Akkoord. Het college laat de amendementen inderdaad aan de raad. Er is een toelichting gegeven. Volgens mij is de situatie duidelijk. Maar ik vraag toch wel, is er behoefte aan een tweede termijn? Of kunnen wij tot stemming overgaan? Voorzitter. De heer Stelpstra en dan de heer Brink. De heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag voor de CDA-fractie. Ik zie dat er een uitzondering wordt gemaakt voor de christelijke feestdagen ten opzichte van de zondagen. Wellicht kunnen ze even een toelichting geven waarom die uitzondering daarin zit in het amendement. Waarin verschilt volgens u een christelijke feestdag van een zondag? De heer Brink. Nou, dat is een goede vraag. We hebben nu gezegd, nou, we gaan iets doen met die koopzondagen. Daar hebben we ook met de mede-ieders goed en uitvoerig over gesproken. Wij willen iets doen met de koopzondag. We hebben ook gezien dat de pilot daar een behoefte aan heeft. We hebben ook kunnen lezen in de enquête. Maar ik ga niet alles opnieuw herhalen. Maar wat betreft de christelijke feestdagen willen wij toch graag de deuren van de winkels dicht houden. Dat is ook wat het is. Gewoon dus, zonder reden. Sorry? Daarom, dat is de reden. Nee, dat is niet de reden. De reden is dat wij een pilot hebben gedaan met de koopzondag. Dat die pilot goed is ontvangen, dat wij hebben gezocht naar een balans en die denken we hier te vinden. Dat is één, en voor de christelijke feestdagen, daarvan zeggen we, dat doen we nu niet. Akkoord. Daarmee dreigt toch een tweede termijn te ontstaan, maar kijk nog even rond of die behoefte er is. Die is er niet verder, merk ik. Voorzitter, ik zou graag even 2 minuten willen schorsen. Mag dat? Ja, dat is aan u. Ik wil graag die gelegenheid geven. Vergadering schorsen voor een paar minuten. De vergadering is geschorst. Dames en heren, mag ik verzoeken om uw plekken in te nemen? Dan gaan wij over tot de stemming. Dat geldt vooral voor de raadsleden om hun plaats in te nemen. Ik heropen de vergadering. De raadsvergadering van dinsdag 26 februari. CDA-fractie bij monden van de heer Brink had om een schorsing gevraagd. Ik word eens aan u. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden even de 2 amendementen die straks in stemming gaan. Hadden wij even een verschilletje ingeconstateerd. En die ene was Nieuwjaarsdag wel opgenomen en die andere niet. Nieuwjaarsdag is geen christelijk feestdag. Die hebben ze nu uit alle beide amendementen laten vervallen, zodat we consequent in lijn zijn. Akkoord. En heel concreet betekent dat dat amendement 2 gaat over de aanwijzing van de 10 koopzondagen per kern. En daarin staat nog de Nieuwjaarsdag onder punt 4 gemeld. En die schrappen wij bij deze, de tekst de Nieuwjaarsdag. Daarmee zijn de amendementen in dat opzicht weer gelijk. Akkoord, dan wil ik voorstellen om over te gaan tot de stemming over de amendementen als eerste en dan over het voorstel.
En het meest verstrekkende amendement, en volgens mij is dat toch ook amendement 1 over de vrijstellingen voor de koopzondagen voor de supermarkten, het hele jaar door. Die zou ik als eerste in stemming willen brengen. En ik vraag u, is de behoefte aan een stemverklaring? Mevrouw Joldersma. Ja, voorzitter, bij dit amendement wil ik laten aantekenen dat ik tegenstem. Ik heb wel behoefte om het even kort toe te lichten. Ik vind de zondag is een bijzondere dag, anders dan alle andere dagen in de week. Hoe je ook die zondag doorbrengt. En bij een beperkt aantal koopzondagen van het maximum tot 10 verwacht ik dat het nog wel zal lukken om dat bijzondere en rustieke van de zondag overeind te houden. Maar ik vraag me heel erg af of het gaat lukken als elke zondag de deuren van de supermarkt openstaan. Voor mij is dat een brug te ver en daarom zal ik tegen dat amendement stemmen. Akkoord, dank u wel voor deze stemverklaring. Eén vraag hierover voor de orde. Betekent dit dat we een hoofdelijke stemming gaan krijgen? Nee, dat niet op voorhand. Mevrouw Jolsma heeft een stemverklaring aangegeven. Dat is genoteerd, dat ze het geacht wordt tegen te hebben gestemd. En ik ga nu een rondje maken of u kunt instemmen met het amendement. Amendement nummer 1, ertoe leidt dat de koopzondagen voor de supermarkten het hele jaar door geopend zijn, met uitzondering van de christelijke dagen. Ik maak een rondje. De fractie van de ChristenUnie. Tegen. De fractie van het CDA. Voor. Met uitzondering dus van de stem van het raadslid Joldersma. Exact. GroenLinks. Voor. VVD. Voor. D66. Voor. Op koers.nu. Voor. De Partij van de Arbeidsfractie. Voor. En tenslotte de fractie van 50PLUS. Voor. En daarmee is dit amendement met meerderheid van stemmen aangenomen. Aldus besloten. Brengt ons bij amendement nummer 2. Amendement dat gaat over het aanwijzen van 10 koopzondagen. Niet over de hele gemeente, maar per kern. De mogelijkheid om dat per kern te doen. Behoefte aan een stemverklaring vooraf. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik heb het al in de inbreng gezegd. Wij willen graag het college de kans bieden om het gesprek met de ondernemers aan te gaan voor de aanwijzing van de 10 koopzondagen. En om die reden zullen wij tegen dit voorstel stemmen. Akkoord. Maak nog even opnieuw de ronde voor alle duidelijkheid. En dan begin ik bij de fractie van 50PLUS. Voor. Partij van de Arbeid. Voor. Op koers.nu. Voor. D66 graag tegen te stemmen tegen dit amendement. VVD. Voor. CDA. Nee, GroenLinks. Excuus. Voor. CDA-fractie. Voor. En de ChristenUnie tenslotte. Tegen. En daarmee is dit voorstel, dit amendement nummer 2, aangenomen met de stemmen van de fractie van de ChristenUnie en D66 tegen. Komen wij bij het voorstel zelf, de wijziging van de verordening op de winkeltijden in de Hardenberg gemeente, de zondagsopenstelling. Ik wil het voorstel in stemming brengen. Wie stemt in met dit voorstel? CDA-fractie. Voor. ChristenUnie. Tegen. GroenLinks. Voor. 50PLUS. Voor. Partij van de Arbeid. Voor. De VVD. Voor. D66. Voor. En op koers.nu. Voor. Daarmee is ook dit voorstel aangenomen met meerderheid van stemmen. Aldus besloten in deze gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 februari 2019. Gaan wij door naar agenda punt 7. Motie vreemd orde aan de dag. Aangevraagd en aangekondigd door de fractie van 50PLUS. Ik wil graag het woord geven aan de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we willen graag een motie indienen vreemd aan de dag in verband met de tegemoetkoming van afvalkosten in verband met medische afval. Er zijn heel veel mensen die in verband met ziekte, handicap, ouderdom vandaag moeten maar incontinentiemateriaal, stoma-materiaal, dialysemateriaal en noem maar op. Wij zien het als wenselijk dat deze mensen een tegemoetkoming ontvangen in deze extra kosten. En dat dictum leidt dan ook om dit op te nemen in de kadernota 2020 en dan een tegemoetkoming te geven voor inwoners met een onvermijdbaar medisch afval.
Overigens wordt deze motie mede ingediend en ondertekend door de Partij van Arbeid, CDA, op koers.nu en VVD. Akkoord, dank u wel. Ik geef de motie graag in bespreking. De ChristenUnie, D66, GroenLinks, wil daar iets over zeggen. Ik begin bij de fractie van de ChristenUnie. De heer Kuipers. Dank u wel, voorzitter. Meneer Schuurman, wij vinden dit een sympathieke motie. En de ChristenUnie wil graag mensen helpen die hulp nodig hebben. We hebben nog wel een tweetal vragen eerst. U spreekt over een tegemoetkomingsregeling. En uit uw motie maak ik op dat dit een financiële bijdrage moet zijn. Is dit voor u de enige oplossing of zijn er ook andere? En als u zegt van het moet een financiële bijdrage zijn. Wat moet er dan ook gekeken worden naar de draagkracht van iedere individu? Of vindt u dat voor iedereen is? En verder zou ik willen vragen, lijkt het u misschien een goed idee om deze motie in een brede kaart te zetten? Zodat we in verbinding kunnen brengen met duurzame afvalinzameling. Akkoord. Wilt u direct reageren of gaan we een verzameling doen? De heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de ChristenUnie dat hij een deel van de vragen die ik had ook al heeft gesteld in ieder geval. Ik ben ook nog even op zoek naar de grootte van het probleem. Heeft u inzage in aantallen mensen die hiermee te maken hebben, hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn, bijvoorbeeld per huishouden of in totaal, en wat de gemeente daarbij zou moeten bijdragen. Hè? Dus even wat cijfers onder dit voorstel. En wat ik mis in de tekst, maar misschien doelt u daar ook op als u zegt et cetera, is, en dan spreek ik uit eigen ervaring, zei het enige tijd geleden, dat er ook mensen zijn met jonge kinderen die ook extra afval produceren in de vorm van luiers. Is deze doelgroep dan ook meegenomen in dit voorstel? En tot slot, voorzitter, de vraag. We hebben ook al te maken met belastingteruggave als het gaat over extra zorgkosten. Worden die weer meegenomen in dit voorstel als een aftrekpost voor dit voorstel als het ware? Of gaat u hieraan voorbij? Tot zover. Ik hoop dat u meeschrijft, Schuurman. Een aantal vragen nog. De heer GroenLinks, de heer Boshoff. Ja, voorzitter. Het is voor mij niet nodig om mijn vragen te stellen, maar ze zijn al gesteld door de ChristenUnie, dus daar sluit ik mij bij aan. Akkoord. Dan ga ik terug naar de heer Schuurman. Vraag of hij in kan gaan op de gestelde vraag. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er wordt gevraagd of de regeling is voor iedereen. Nee, alleen voor mensen die incontinentiemateriaal gebruiken. Dat mag duidelijk zijn. En ik vind luiers bij kinderen heel wat anders. Mag ik daar even op reageren? Misschien direct even verduidelijkend. Het gaat mij om de mensen die dus incontinentiemateriaal nodig hebben. Maar wij vinden dat we dan ook moeten kijken naar draagkracht. Dus vindt u dat iedereen die incontinentiemateriaal zeg maar op die manier overschot heeft, of hoe je dat moet noemen. Vindt u dat iedereen dan recht heeft op die bijdrage? Of de mensen die misschien op eigen benen kunnen staan die dat niet nodig hebben? En dan bedoelt u vooral financieel op eigen benen kunnen staan? Ja. Ik vind het echt een punt straks voor de kadernota. Dit is een voorstel om dit in de kadernota beschreven te maken. U geeft daarmee eigenlijk een opdracht aan het college, zeg maar, om met de voorstellen te komen, eventueel. Maar, voorzitter, als ik zo vrij mag zijn. Ja, wij zijn er wel van. Wij vinden het zo'n vanzelfsprekend standpunt dat het alleen de mensen betreft die daar onvoldoende draagvlak voor hebben om dat te kunnen betalen, dat die daarvoor in aanmerking komen. Dus dat was voor ons een logisch uitgangspunt bij het ondertekenen van deze motie. Dus ik snap de vraag. Maar tegelijkertijd, het is voor ons een uitgangspunt. En we gaan er ook vanuit dat het college dat in de reactie op de motie daar ook rekening mee houdt. Ja. Voorzitter? Ja, ik had het niet gelezen. Schelling, nu ontstaat wil toch... u nog reageren? Nee. Ja, als dat mag. Ik had het niet gelezen en het stond er niet in.
Dus ik zou dat dan wel graag toevoegd willen zien. Nee, dat klopt. Het staat er niet in. Maar het was voor ons zo logisch. Dat, ja, daar kun je wel alles op gaan schrijven wat los en vast zit. Ja, dit is, akkoord. Meneer Jonkans, dit is wel heel makkelijk, hè? Wellicht goed als we zo moties gaan maken. Om daar zo nog even naar duiden, te kijken. Kom. Naar deze motie, naar de tekst daarvan. Om dat duidelijk te maken. De heer Gelling. Ja, voorzitter, het is wel aardig om te zien dat je eenzelfde motie indient en toch zo anders kan denken over de achterliggende gedachten. Want dezelfde vanzelfsprekendheid als mede Partij van de Arbeid constateert dat mensen die wat meer geld hebben hun incontentiemateriaal zelf moeten betalen, die deelt de VVD niet. Het zou ook wat raar zijn om daar een inkomensafhankelijke toets van te maken, alsof je dan met je inkomensstaatje eerst naar de gemeente moet om te kijken of je wel of geen bijdrage krijgt. Het lijkt mij goed dat de wet daar zo antwoord op geeft, want in mijn beleving, en de VVD-beleving, zou je moeten aansluiten bij de normale beginselen die de zorg kent. En die zijn niet heel snel inkomensafhankelijk. Dat is één, dus die vanzelfsprekendheid zit wat ons betreft niet in. Voorzitter. Ter zake kinderen is het overigens zo, voorzitter. Wij hebben een technische vraag gesteld of er een vergoeding geldt inderdaad voor incontentiemateriaal voor volwassenen. Die is er niet. Maar voor kinderen zit natuurlijk een deel van extra kosten in de kinderbijslag. Dus die zouden wat ons betreft daar ook niet met dezelfde vanzelfsprekendheid bij horen. Dank u wel. Ja, voorzitter. Akkoord, de heer Stelpstra. Ja, wellicht moeten we de heer Gelling nog wat toelichting geven over het gemeentelijke beleid. Tegemoetkoming in de zorgkosten. Dat is wel degelijk inkomensafhankelijk. Hè. Zo zijn er veel meer taken die we inkomensafhankelijk doen. Dus uw stellingname dat dat nergens zo is, is een hele rare. Nou, laat ik nergens dan weglaten, maar ik zou graag willen horen wat daar de visie van de wethouder op is en hoe die dat dan zelf wil inpassen in het beleid. Dat is het aardige namelijk van deze motie. Hij vraagt niet anders dan dat er bij de kadernota een voorstel wordt gedaan om hier een uitspraak om te doen en ook de financiële draagkracht voor te vinden. Geen gang van zaken die de VVD doorgaans ondersteunt, maar in deze leek het ons aardig om ermee te gaan. Akkoord. Voldoende vanuit de zijde van de raad. Ik merk enige drukte bij de college. Ik weet niet of die het samenhangt met deze motie. Maar ik kijk toch even in de richting van de verantwoordelijke portefeuillehouder. De heer Ten Kate. Of hij in wil gaan op de inhoud van de motie en daarbij behorende discussie die net gevoerd is. Ja, voorzitter. Het college heeft de motie ook gelezen. En onze eerste reactie was ook precies datgene wat ook hier werd gevraagd. Is het inkomensafhankelijk of niet? En ik hoor nu in ieder geval een mede-ondertekenaar van de motie zeggen dat dat zo vanzelfsprekend is. Ik zou dat dan wel ook graag opgenomen zien in de motie. Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben en wat de opdracht is aan het college. Want we kunnen natuurlijk heel veel erbij halen en allerlei onderzoeken doen en dat in... Maar we willen ook heel graag weten van wat nog precies de bedoeling is, wat wij u gaan presenteren in die kadernota, voorjaarsnota. Voorzitter, ik wijs er ook op dat we naar de mening van het college toch ook behoorlijk goed sociaal beleid is, ook minimaal beleid, 130%. Er is een kwijtscheldingsmogelijkheid als het gaat over de afvalstoffenheffing. Dus in die zin, we zijn wel bezig om allemaal zaken toe te voegen. Het is aan u om daar een afweging over te maken, maar die wil ik u toch nog wel heel graag meegeven. En verder wacht ik af hoe deze motie in de raad zal landen. Kort, tweede termijn. Het woord aan de heer Schuurman. Mag ik een schorsing? Ja, heeft u voldoende aan 5 minuten? Ja hoor. Akkoord, de vergadering is geschorst voor 5 minuten. Dames en heren, ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 26 februari. En aan de orde is agendapunt 7 van de vergadering. Motie vreemd orde aan de dag. Het gaat over tegemoetkoming afvalkosten in verband met medisch afval. De fractie van de 50PLUS heeft gevraagd om schorsing. Het woord is aan de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij willen de motie graag aanpassen. En dan op deze manier draagt het college op om bij de kadernota 2020 met een voorstel te komen voor een tegemoetkoming voor inwoners met onvermijdbaar medisch afval. Met uitzondering die al kwijtschelding ontvangen. En een bovengrens vast te stellen door de gemeente. U zegt met uitzondering van diegenen die al kwijtschelding ontvangen. Ik herhaal nog even de tekst van de aangepaste motie die nu wordt ingediend.
om bij de kadernota 2020 met een voorstel te komen voor tegemoetkomingsregeling voor inwoners met onvermijdbaar medisch afval, met uitzondering van diegenen die al kwijtschelding ontvangen en bovengrens vaststellen voor een bijdrage van de gemeente. En een bovengrens vaststellen voor een bijdrage van de gemeente. Ja, akkoord. Dus er zit een soort een plafond in. Precies, er zit een plafond in. Akkoord. Daarmee geeft u ook aan dat u het voorstel zeg maar indient. Dat roept wat vragen op bij de heer Kuipers en de heer Rodemond. De heer Kuipers. Ik had begrepen dat het om een bovengrens van inkomen ging en niet van de bijdrage. Dus dat die inkomens afhankelijk is, zeg maar. Dat is ook zo. Het is de bovengrens van inkomen. Of de ondergrens, ja. Het is net hoe je bekijkt. Maar dat er een grens is, boven een bepaalde grens ontvang je die inkomensgrens, ontvang je die bijdrage dan niet meer. En de vraag is... Daarmee is er eigenlijk sprake van een inkomensbovengrens. Zo gaan we dat dan noemen. Akkoord? Een inkomensbovengrens. Akkoord. De D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. En dan even naar de ondergrens kijkend, denk ik. Er is ook een aantal mensen dat al kwijtschelding krijgt. Ik ga er even gemakshalve vanuit dat dat te maken heeft met inkomen. En dat betekent dus in feite, als ik het voorstel goed interpreteer nu, dat alleen een soort middeninkomenslaag een tegemoetkoming kan verwachten wat dat betreft. En dan gaat het alleen over mensen met een incontinentieprobleem, terwijl ik ook hoorde dat er een dialyseproblematiek in het voorstel zou zitten. U laat mij een beetje in verwarring achter met deze aanpassing ook weer. Meneer Schuurman, als u daar nog op wilt reageren. Daar wil ik op reageren. Kijk, mensen die al een vermindering hebben, zeker een vrijstelling, je kunt nog niet een keer weer wat geven. Dat is logisch. Maar je zult maar net boven die 110% zitten. Dan neem je een probleem. Akkoord. En bovendien constateer ik ook dat dit een oproep is van de Raad, hè, als er in ieder geval de motie zou worden aangenomen, waar het college dan mee aan de slag moet, wat ik ook de wethouder heb horen zeggen, dat er dan nadere voorstellen komen. In welke richting dan ook. Maar dit is in ieder geval de richting die u meegeeft, in ieder geval van de partijen die deze motie indienen. Mag ik de motie in stemming brengen? Want er is voldoende over gezegd, volgens mij. Ik constateer dat over deze motie voor tegemoetkoming afvalkosten in verband met medisch afval. Deze motie wordt gesteund door 50PLUS, ingediend door 50PLUS Hardenberg, de Partij van de Arbeid, CDA, op koers.nu en de VVD. En vragen aan andere partijen of zij deze motie willen steunen. De ChristenUnie, akkoord, steun deze motie. GroenLinks, steun. En tenslotte D66. Hoe sympathiek ook, stemmen wij tegen. Akkoord. Daarmee is dat duidelijk. Maar is deze motie op koers, maar nu heeft al voorgestemd voor deze motie. Toch? Ja, u wilt het nog even symbolisch. En dan gewoon, ja, ik zag bepaalde bewegingen. Maar dat is goed, heer Kloekos. Ook op koers, maar nu, wat ik al had aangegeven, steun deze motie. De motie met meerderheid van stemmen aangenomen. Akkoord? Akkoord. Daarmee ligt een opdracht voor het college. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Hamerstuk nummer 8. Aankoop percelen grond te Slagharen. Annex de vaststelling van de 7e begrotingswijziging 2019. Behoefte aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voorligt? Alle aanwezige raadsleden stemmen in met dit voorstel. Dank. Agenda punt 9. Fusie van het Kompas in Radewijk en de OBS Den Velde. Behoefte aan een stemverklaring? Geen stemverklaring, voorzitter, maar ik verlaat de zaal even bij de besluitvorming. Dan moet u heel snel zijn. Wij wachten op de heer Van der Grappel, tot hij de zaal heeft verlaten. En dan vraag ik aan uw raad of u kunt instemmen met het voorliggende voorstel van de fusie tussen beide scholen. Alle aanwezige raadsleden, fracties stemmen in met het voorstel. Dat is het geval. Akkoord. Daarmee is dit voorstel aangenomen. En roepen wij de heer Van der Grampel terug. Maar gezien zijn uitstekende conditie is dat geen enkel probleem. Agenda punt 10.
de rondvraag. Heeft u behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Met dit agendapunt niet het geval. Dan zijn wij toe aan de sluiting van deze raadsvergadering. Met toch wel een bijzonder onderwerp als bespreekstuk gehad. De zondagsopenstelling in de gemeente Hardenberg. Ik sluit de vergadering onder dankzegging voor uw discussie en deelname aan de besluitvorming. De vergadering is gesloten. Ik stel voor met 10 minuten. Gaan we beginnen met de oriënterende ronde? 5 minuten, hoor ik de griffier roepen. 5 minuten.